Goedemorgen iedereen, of eigenlijk moet ik zeggen goedemiddag, het is bijna middag. Nee, het is eigenlijk al middag, wauw. De tijd gaat weer super snel vandaag. Ik wil jou iets meegeven, een inzicht dat ik weer gekregen heb. Om eigenlijk ook maar te tonen dat ongeacht of dat je al in het hogere bewustzijn gegrond bent, geankerd bent, betekent dat niet dat er geen schaduwen meer in jou aanwezig zijn. En het is net door eigenlijk de duale aard van jouw zijn, van wie dat we zijn, om die te gaan omarmen en dus eigenlijk ook de schaduwen te gaan omarmen als een deel van onszelf en ons er ook niet voor te schamen, dat we in staat zijn om de volledige belichaming te worden van onze zuivere frequentie. En dat is iets wat ik in het weekend eigenlijk weer heb mogen ervaren. In de vorige video heb ik jullie verteld dat op zaterdag zonsverduistering was en de donkere maan. En ik had ook gezegd, let op mijn woorden en draai je tong 3 keer en ja. Als je niet weet, bekijk de vorige video. Nu, zaterdag had ik een hele fijne tijd met mijn familie. Heb ik echt genoten. En ik zat ook constant voortdurend in die hoge energie, in die bliss, in dat zegen. Het is eigenlijk maar zaterdagavond, en eigenlijk dan meer nog gisteren, dat ik voelde de dualiteit ervan. Echt de ommekeer, het ommekeerde ervan. Niet dat ik constant voortdurend in dan lage energie en zo zat, maar ik worstelde veel meer om in die hogere energie te blijven. Nu, los van het feit dat er verschillende mensen waren die ook zaken naar mij vroegen, het feit dat ik ook naar de winkel geweest ben, ook daar en, heel veel mensen tegenkwam die in die lagere energie hangen, waren en in die angstenergie zaten. En dat voel ik natuurlijk en dan neem je natuurlijk op en neem je dat mee. Maar er was iets nu en ik kon het me niet loslaten. Ik kon het niet transformeren, ik kon het niet transmuteren. Het is pas 's avonds, toen ik eigenlijk al wenend in slaap gevallen ben, en dan na een uurtje weer wakker geworden ben, dat ik eigenlijk wist wat er aan de hand was. Waarom? Omdat mijn ziel de kans gekregen had om op dat moment informatie van mijn team beter te ontvangen. Omdat die filter, die mist van die emoties weg was, waardoor dat ik in staat was om dat inzicht te ontvangen. Nu, wat was er geweest? Lang verhaal kort. Ik had na mijn tweelingvlam foto's en filmpjes doorgestuurd van de bowling dat we zaterdag gedaan hadden. En van het, dat in het restaurant dan gaan eten waren. En hij vroeg van wie is die ene persoon? En dat was dus mijn zus, maar een van mijn zussen. Ik heb 2 zussen, dus een van mijn zussen. Maar die kon dat niet goed zien, omdat die op dat moment eigenlijk met de rug naar de foto of de video stond. Dus vroeg hij wie is die persoon precies. De reactie waarop dat hij dan eigenlijk gaf, triggerde in mij een hele diepe vaderwond. Een hele diepe, eigenlijk een onbewuste wonde. Want het feit dat ik eigenlijk de ganse dag nodig had om in die emotie te hangen, om er mee te worstelen, het niet kwijt te geraken. En het, zelfs zo hard dat ik ook niet kon omgaan met de mood swings van, of lastig, ik kon er wel mee omgaan, want het vroeg veel meer energie van mij om daarmee om te gaan. Ik heb bewust ook veel minder gechat met mijn tweelingvlam, omdat ik wist dat niets met hem te maken had. Ik wist dat het een stuk was van mezelf. Een schaduw waar ik niet bewust van was. Iets dat er zat, mij dus die pijn liet voelen. Een oude pijn. Ik voelde dat het ook een oude pijn was. Maar ik kon het niet duiden van waar dat het was ontstaan. En dus, het moment dat ik dus in slaap gevallen ben, die emoties dus via de wenen losgelaten heb. En ook toegelaten heb, zonder ervoor boos te zijn op mezelf, want dat was vroeger wel. Werd duidelijk dat dat iets was van eigenlijk hoe dat ik me voelde als klein kind. Waar dat ik me niet gezien voelde, waar dat ik voelde dat mijn zussen of mijn broer meer aandacht kregen. En dus eigenlijk, wat ik ook vandaag begreep, dat ik als kind het interpreteerde als die krijgt meer liefde dan mij. Die wordt meer gezien dan mij. Ondanks het feit dat ik bijvoorbeeld misschien harder werk of meer moest doen, want ik was ook de oudste, eerstgeborene. Dus
Wat dat logisch is, dat je gewoon ook onmiddellijk meer verantwoordelijkheden en taken en zo krijgt. Dus waarom vertel ik jullie dat? Omdat zeker wanneer je in een diepe zielsconnectie zit, dan ga je merken dat jouw tweelingvlam of je tweelingziel, of zelfs gewoon een hele hoge soulmate, dingen zegt of doet op een hele onbewuste manier. Maar natuurlijk is die onbewust, want het is ook weer een stukje... Het is voor hen onbewust, maar het is een stukje natuurlijk ook dat het gestuurd wordt van hoger af. Waarom? Omdat het jou die schaduw zou triggeren en dat je het zou kunnen naar boven brengen en healen. En dat is hier wat er ook bij mij gebeurd is. En het inzicht kwam eigenlijk ook... of niet zozeer het inzicht kwam maar nadat ik eigenlijk dus weer wakker werd. Maar vanmorgen bedacht ik mij dat dat eigenlijk ook is hoe dat wij als kind in het leven staan. Hoe dat kinderen ook in het leven staan. Ik had het vaak ook met mijn dochter en met mijn zoon, dat de een zich soms minder waardig voelt of minder gezien wordt, omdat hij bijvoorbeeld meer aandacht heeft aan de ene op die ene dag, omdat hij bijvoorbeeld iets meegemaakt heeft op school, of twijfelt, of het moeilijk vindt met een taak, of wat het dan ook maar is. Maar hoe snel dat dan door de andere kind, door de andere, en dat is wat ik zelf ook ervaren had als kind, dus blijkbaar, maar dat wist ik niet meer. Ik had het verdrongen, weggeduwd, heel ver weg, diep in mijn energie. Maar je ziet, het komt naar boven. Het komt naar boven. Hoe meer je die zuivere energie wil gaan belichamen, hoe meer dat ook die donkere schaduw moet omarmd worden. Dus het is belangrijk, dat, zeker als je ook ouder bent, maar gewoon ook ten aanzien van je eigen innerlijke kind. Om te gaan zeggen van, kijk, het is oké. De emoties en hetgeen wat je toen voelde zijn waardevol. Die waren oprecht. Maar misschien heb je ze niet op de juiste manier geïnterpreteerd. Misschien was het niet de bedoeling van je ouders om jou dat gevoel te geven. En dat gaat zeker niet de bedoeling geweest zijn van je ouders. Maar zij zijn ook beperkt in hun mogelijkheden. Zij kunnen ook maar er voor jou zijn van in hoeverre dat zij hun bewustzijn hebben. En hoeverre dat zij niet geleerd hebben, kunnen ze ook niet doorleren of doorgeven aan jou. Dus het is belangrijk om daar heel bewust mee om te gaan. En eigenlijk om zelf, jij als volwassene, jouw innerlijke kind een stukje te gaan heropvoeden. Een stukje te gaan uitleggen van wat er gebeurd is. Om jouw kind, jouw innerlijke kind, het te herkennen en erkennen van de emoties dat het toen had. Want die waren er, die waren waardevol. Maar niet zo, in die zin dat het jou nu nog moet en mag verder gaan beïnvloeden. En dat is ook de reden waarom dat ook bij mij nu naar boven kwam. Omdat het mij op een of andere manier nog tegenhield om volledig mijn schild, volledig mijn muur te laten zakken. En om volledig liefde, niet alleen via mijn tweelingvlam, maar gewoon liefde in het algemeen, via klanten, via vrienden, via wat dan ook, om dat te ervaren en om dat uit te geven, om dat te delen, om dat uit te spreken zelfs. Dus... Dat is een boodschap dat ik vandaag wil meegeven. Als er dingen zijn die naar boven komen, en zeker als er dingen zijn die gebeuren door je tweelingvlam, of door die getriggerd worden, die aangeraakt worden, pijnpunten. Dat is zo pijnlijk, omdat het enige wat je eigenlijk gewoon wilt voelen, is die onvoorwaardelijke, die diepe krachtige liefde. Maar om nog meer ruimte te maken, om die liefde in je leven toe te laten, is belangrijk om al die emoties ook toe te laten. Dus om alle dualiteiten van het leven nu eenmaal te gaan omarmen en te gaan erkennen als ook een deel van het leven. Ik was aan iets aan het denken, maar ik ga dat in een andere video zeggen, anders wordt het veel te complex. Dus het is belangrijk dat je ze erkent, want ze zijn ook een deel van het geheel. Ze zijn een deel van wie dat je bent. Ze zijn een deel van je zuivere energie. Dus geef ze geen... Niet te veel kracht door ze weg te duwen. Maar laat ze er zijn. Erken ze. Zeg ze, ik zie jou. En leer je emoties op de juiste manier te gaan interpreteren. En dat is hetgeen... gisteren kon ik er zelf niet bij. Waarom? Omdat mijn emoties... En het herbeleven eigenlijk van hoe dat ik mij voelde als kind dan. Het niet gezien. Het in de steek gelaten. Het ontzeggen van liefde. Ook al was dat niet zo, maar het was wel een dergelijke ervaring. En dan de boosheid, de frustraties ten aanzien van mijn zusters en mijn broer. Omdat zij een deel van mijn stuk, als het ware, afgenomen hebben. Dat heeft er voor mij gisteren voor gezorgd dat er helemaal fuck was. Dat helemaal mis was. Ik kon niet meer helder nadenken.
En als ik nadenk, dan was de valkuil om altijd maar negatief te denken. En om het te gaan betrekken op mijn connectie. Terwijl dat ik eigenlijk ook wist dat het totaal niks met hem te maken had. Dus daar ben ik dankbaar voor. Dat wij ondertussen zo'n sterke open communicatie hebben. Dat wij dat ook respecteren van elkaar. En dat we elkaar ook die ruimte kunnen geven om naar binnen te gaan. Om te gaan voelen van wat gebeurt er hier nu echt. Wat wordt er mij getoond en wat kan ik eraan doen. En tegelijkertijd dat we elkaar ook de veiligheid geven. Door er gewoon te zijn, door te luisteren, door erkenning te geven van de gevoelens, ook als het iets was die heel lang geleden gebeurd is, waar dat we op dat moment nog niet fysiek in elkaars leven waren. Natuurlijk was je energie wel bij elkaar, maar niet fysiek. Dus als jij wilt emotioneel volwassen worden en als jij wilt een heilige relatie, een diepe zielsconnectie wel aantrekken in je leven en dat wel op een goede manier gaan doen, dan is dat één van de dingen die je mag doen. Open communiceren natuurlijk. Altijd focussen op liefde, keuzes maken vanuit liefde en niet jouw eigen shit terugkaatsen. Geen actie-reactie, maar naar binnen gaan. Dus soms eventjes ook gewoon duidelijk zeggen van kijk, ik heb nu eventjes tijd nodig. Dat is er nu gaande met mij, dat is nu aan het gebeuren. En ik ga je straks uitleggen wat er meer aan de hand is of wat er gebeurt. Maar nu op dit moment kan ik het niet door die emoties. Want als je reageert vanuit je gekwetst stuk, dan ga je nooit... dan ga je zien dat je altijd maar eigenlijk gewoon elkaar meer en meer triggert. En dan gaat dat gewoon door op omhoog. En dat is hetgeen wat ik ook vaak zie aan kinderen. Omdat je gewoon in die frequentie en in die energie van boosheid, verdriet, kwetsheid zit. En dan reageer je nooit vanuit liefde en vanuit begrip. Is er ook geen ruimte om de anderen daar die emoties er te laten zien. Dus daarom zeg het dan. Van kijk, nu heb ik even tijd nodig om daarmee te dealen. Om dan gewoon naar binnen te gaan. Om te gaan voelen. Om te gaan in gesprek gaan met jezelf, met je eigen innerlijke kind. En van daaruit kan je dat weer in je connectie gaan vertellen, gaan duidelijk maken wat dat dan ook is dat je nodig hebt. En vaak is het ook zo op die momenten dat eigenlijk het enige wat je nodig hebt is een knuffel, is die verbindenheid, is de liefde gewoon voelen, de nabijheid gewoon voelen. En niet zozeer het verklaren, het uitleggen of het oplossen. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie de donkere maan en de zonsverduistering beter hebben verteerd. In die zin, beter, alles maakt een deel uit van het leven natuurlijk. Maar dat je ook dus een manier gevonden hebt om te gaan begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Dat je ziet wat dat jouw stuk is, wat dat ziet wat het stuk is van de ander, wat dat ziet wat dat collectieve energie is en wat dat je kan transmuteren of niet. En dat is iets wat ik ook leer aan mijn klanten. Als je iets voelt, vraag onmiddellijk om de energie te transformeren, om te transmuteren. Omdat we zoveel energie van anderen overnemen, wat dat eigenlijk niet jouw verantwoordelijkheid is. En pas de dingen die blijven hangen, zoals ik gisteren had, dan weet je dat dat echt iets van jou is. Dat dat jouw stuk is, dat je daarmee aan de slag mag gaan aankijken om bewust te worden. En van zodra je bewust wordt, kan je transformeren. En dat is hetgeen dat ik nogmaals weer mocht ervaren. Waarom? Omdat ik het dan met jullie ook weer kan delen. Zo, wil je meer leren, kijk de linkjes hieronder in de box. En dan zie je wel waar je nu aan toe bent. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!